We gaan eens even bellen met Almeerde Thomas Odikoya, die voor zijn sport naar de Verenigde Staten ging. En Thomas heeft het razend druk nu in Amerika. Dag Thomas, toch even tijd voor me. Goeiedag. Hoi, ja, natuurlijk. Ja, maar waarom heb jij het in deze tijd van... wij hebben allemaal vakantie, waarom heb jij het zo druk? Dus ik speel American Football bij Eastern Michigan University in Ypsilanti, Michigan. Op 3 september hebben we onze eerste wedstrijd. En we zijn eigenlijk net vandaag of morgen gaan we beginnen met ons trainingskamp. Wat houdt dat in? In principe moet je hier om 7:30 in de ochtend zijn. En om 9:30 in de avond ga ik weer weg. Ja, de hele dag torens, meetings, 2 keer trainen per dag, liften en gewoon helemaal klaar stomen voor het seizoen, zeg maar. Ja. Het zijn ontzettend zware dagen. Is dat elke dag of zijn dat 5 dagen in de week? 6 dagen in de week. Op zondag is onze zeg maar vrije dag en dan kunnen we lekker de hele dag slapen. Oh. Maar heb jij dan wel vakantie gehad, Thomas, in die tijd hiervoor? In principe niet. Ik heb eigenlijk vanaf dit moment tot halverwege mei 5 dagen per week getraind. Met sprinttrainingen, snelheid, conditie en dan natuurlijk ook in de weight room. En dan 2 keer per week hadden we zeg maar een training die we dan zelf organiseerden om gewoon alles bij te houden. Van plays en allemaal dat soort dingen. Dus ja, veel vakantie heb ik hier in de zomer helaas niet. Oh. Zeg, jouw club Eastern Michigan University dus. Heb je een basisplaats of moet je die nog veroveren in de trainingen die gaan komen? In principe de afgelopen 3 jaar, dit is nu mijn 4e jaar hier, ben ik zeg maar de basisspeler geweest daar. Dus ik neem aan dat zo blijft. Oh, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ja, oh, natuurlijk. Zeg, maar als ik dat zo hoor, wij hebben een beetje vakantietijd, jij dus nauwelijks. Je bent dus niet even heen en weer voor de vakantie naar Almere geweest of misschien Almeerders om jou eens op te zoeken? Nee, helaas niet. Normaal gesproken ga ik in het begin van de zomer ga ik 2 weken naar huis toe. Dus dat is een beetje eind april, begin mei. Maar met corona en allemaal dat soort dingen, dit jaar is dat helaas niet gelukt. Dus de laatste keer dat ik thuis was in december met kerst. Zeg, je noemt het al, corona. Vorig seizoen is afgekapt vanwege corona. Het was verre van volledig. Hoe zijn de vooruitzichten voor het nieuwe seizoen? Nou, nu is het, op dit moment staat het er helemaal super goed voor. Dus gaan we gewoon het hele schema spelen. Dus dat zijn 12 wedstrijden. En we mogen weer volledige fans en capaciteit hebben. Dus want vorig jaar mochten we alleen maar een lege stadion spelen. En hebben we alleen maar de helft van de wedstrijden gespeeld. Dus het ziet er naar uit dat het gewoon helemaal gaat lukken dit jaar. Ja. Mogen alle fans komen? Volle stadions? Gewoon net als vroeger? Ja, precies. Zoals vroeger, geen maskers meer nodig en allemaal dat soort dingen. Ja. En zitten jullie als groep ook niet in een bubbel? Want dat hoor ik nou de hele dag weer van de Olympische Spelen, hè? Zulke soort verhalen. Ja, in principe zijn soms wel aan het aanmoedigen om zeg maar vooral met elkaar op te trekken en niet te veel buiten het team te gaan. Vooral als je niet gevaccineerd bent. Maar ja, in principe mag alles eigenlijk wel weer gewoon. Oh, ja, als je het niet erg vind ik dat toch een beetje raar. Want de president Biden, die hoor ik dan vertellen. Kom op jongens, ga je alsjeblieft vaccineren. Het is nog veel te weinig. $100 per man. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad best wel raar om over na te denken. Ja. Op dit moment, mijn team is 60% gevaccineerd. Onze coaches zijn ons wel echt aan het aanmoedigen om naar die 100% te gaan. Want als wij bijvoorbeeld een uitbraak hebben tijdens het seizoen waar bijvoorbeeld 20 jongens corona krijgen of dichtbij mensen met corona zijn, dan moeten we helaas dit jaar de wedstrijden opgeven, zeg maar. Dus ja, we hopen wel dat jongens dat gaan realiseren en gevaccineerd gaan worden, maar het gaat nog wel lastig bij sommige mensen hier. Mm-hmm. Nou, moet jij nog aangemoedigd worden? Nee, ik was volgens mij de tweede op mijn team die de vaccinatie had. Ik was er wel voor en ik zag de voordelen ervan wel in natuurlijk. Ja, maar je moet er toch niet aan denken, hè? Want ik weet niet of je het nieuws van de Olympische Spelen ook een beetje volgt. Ja, je hebt meer berichten van positieve testen van corona dan van doping tegenwoordig. Ja, inderdaad. Het is super gek. En helaas voor die atleten die dan jarenlang naar zo'n moment toewerken, dat een coronatest eigenlijk carrières kan verpesten zo. Dus daarom was ik ook een van de mensen die zei van ja, ik ga echt dat vaccin doen. Want ik wil natuurlijk niet in die positie zijn waar ik een wedstrijd mis of meerdere wedstrijden mis doordat ik corona heb. Oké, nou goed. Zal jou niet gebeuren. Goed dat te horen. Ik wil je veel succes wensen bij het trainen en het vasthouden van de basisplaats. Nou, en als het seizoen een beetje op gang is, dan hoop ik weer eens met je te beeld bellen. Klinkt goed. Dank jullie wel. Hey, dag Thomas.